Hoi, hoi iedereen. Ik ben hier even met iets anders en dat is omdat ik. Ik wil graag iets met jullie delen. Ik ben namelijk ook life coach en mindset coach. En daar help ik ook mensen mee in de praktijk. En hetgene wat ik vandaag wil delen is de 7-methode. En de 7-methode is een ontzettend fijne, handige manier om uit te maken wat je belangrijk moet vinden en wat niet. En het heeft voornamelijk te maken met zelfvertrouwen. Vooral in deze tijd zijn er heel veel mensen die te maken hebben met zelfvertrouwen. Er is elke dag kritiek. Je hoeft maar een magazine open te slaan en je zelfvertrouwen is zero. Er wordt kritiek geuit op, als je vrouw bent kun je niet dit. Of als je man bent dan moet je zus. Of als je als je arm bent, moet je rijker worden. Ik bedoel, nou ja, in mijn mening is het belangrijkste wat je in het leven kunt worden, gelukkig. En ik denk dat sowieso al heel erg belangrijk is. Het punt is, er is zoveel kritiek en het moet allemaal zo fantastisch en zo perfect zijn, dat ik me af en toe afvraag van ja, moet het allemaal gezegd worden? Maar Ik ga beginnen. De 7-methode houdt in dat je 3 vragen stelt. Als iemand iets tegen je zegt, wat het ook is, stel jezelf 3 vragen. Wie zegt het tegen je? Waarom zegt deze persoon het tegen je? En is het nuttig voor jou om ernaar te luisteren? En dit heeft mij, ik heb heel veel met zelfvertrouwen geworsteld. Dit heeft mij heel veel rust gebracht, maar echt heel veel rust. En ik ga je uitleggen hoe. Alright. Oké, de 7-methode. Stel, iemand zegt tegen je, als ik jou was, zou ik die trui niet aantrekken. Bijvoorbeeld, ik bedoel een heel neutraal zinnetje, als ik jou was, zou ik die trui niet aantrekken. Alright. Wie zegt het tegen je? Optie 1, is het een knorrige collega die je nooit hebt gemogen? Weet je wel, iemand die altijd zit te bitchen, iemand die nooit aardig is, iemand die altijd anderen naar beneden haalt, weet je, dat type. Zo'n beetje ongesteld type. Man of vrouw, maakt niet uit. Of is het je beste vriend of vriendin op wie je altijd kunt rekenen? Iemand die het beste met je voor heeft. Iemand die het beste met je voor je wil. Alright, ik leg deze even aan de kant. Waarom zegt deze persoon het tegen je? Nou, optie 1, die knorrige collega, die heeft een hekel aan je en die wil gewoon niet dat je een leuke trui draagt. Is een mogelijkheid. Optie 2, die beste vriend of vriendin, je hebt mooiere truien in de kast hangen. Dus waarom zou je die blauwe trui aantrekken wanneer die rode of die groene of die witte je veel mooier staat? Deze persoon heeft het beste met je voor. En die wil dus ook dat je er goed uitziet. En dan komt de 3e vraag. Is het nuttig om ernaar te luisteren? Nou, we kunnen ze op een rijtje zetten. Bij die knorrige collega die toch een hekel aan je heeft en die wil niet dat je er goed uitziet. Nee, je hebt er niks aan. Wat doe je ermee? Prullenbak, weg, nooit meer aan denken. Hoef je niet mee in je hoofd te gaan zitten. Die beste vriend of vriendin, die wil het beste voor je. Je hebt mooiere truien. Heeft het dan nut om ernaar te luisteren? Ja, want dan kun je er nog beter uitzien dan dat je er al uitziet. En op deze manier kun je alles zeven, maar echt alles. Waar het ook over gaat. Iemand zegt tegen je dat je af moet vallen. Wie zegt het tegen je? Is het je huisdokter die het beste met je voor heeft en die denkt aan je gezondheid? Dan heeft het nut om ernaar te luisteren. Is het iemand die je niet eens mag en die je eigenlijk alleen maar naar beneden wilt halen en die wil dat jij je slecht voelt? Nee, dan heeft het totaal geen nut om naar te luisteren. Jij weet dat toch niet. Nou, heeft het nut om ernaar te luisteren? Het is afhankelijk van wie het zegt en waarom ze het zeggen. En dan weet je of het nut heeft. Dat is niks voor jou. Ik had ooit een vriendje en mijn moeder zei, dat is niks voor jou. Waarom zei ze het? Omdat ze mijn moeder is en omdat ze van me houdt en omdat ze niet wil dat ik met een of andere narcistische rotzak aan het daten ben. Dan heeft het nut om ernaar te luisteren. Ik zou het niet doen als ik jou was. Ja. Ik bedoel, heeft het nut?
Een collega van mij wilde ooit een keer promotie maken. Ik zeg, ja joh, mij moet je doen, ga ervoor. Maar een andere collega die haar al langer kende, wist dat ze in scheiding lag en dat haar moeder pas was overleden. En die zei, ja, ik zou het eigenlijk niet doen als ik jou was. In dat geval hebben beide mensen het beste met je voor, maar moet jij je eigen keuzes maken en je eigen prioriteiten stellen. Of als iemand tegen je zegt, ja, je bent niet bepaald knap, rijk, slim, gezond, whatever. Kijk wie het tegen je zegt. Kijk waarom ze het tegen je zeggen en bepaal of het nut heeft om ernaar te luisteren. Dus deze drie vragen. En eerst kun je dit doen bijvoorbeeld als je thuis komt van het werk en je hebt net wat gegeten of je komt thuis van school of whatever. En je denkt van, iemand heeft dit nou tegen me gezegd. Ga deze drie vragen eens na. En het wordt zo makkelijk dat je het op een gegeven moment gewoon in het moment zelf kunt bepalen. Dat je er niet eens meer een halve dag mee rond hoeft te lopen. Dat je gewoon kunt denken, oké, dit, nee, laat maar. Weggooien of houden. En dan wordt het zo makkelijk voor je. En dan kun je zo makkelijk aan je zelfvertrouwen werken. Want 9 van de 10 keer zeggen mensen iets negatiefs tegen je, waar je niks aan hebt, alleen maar omdat ze zelf issues hebben. Maar zorg dat jij zelf die issues niet hebt. Zorg dat jij heel duidelijk antwoord hebt op deze drie vragen. En dan weet je wat je mee kunt nemen en wat je weg kunt laten. Want sommige dingen heb je niet nodig. Ik hoop dat je hier iets aan had. Als je er vragen over hebt, zet ze in de reacties. Ik antwoord graag. Mocht je meer van dit soort methodes willen zien, laat het me ook weten. Ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. En ik wens je nog een hele fijne rest van de maand. Tot ziens. Doei!